Welkom YouTube bij een nieuwe building, of ja, de eerste building tutorial moet ik eigenlijk zeggen, van de MC Design MC. Degene die voor mij staat, Jordy, die laat alles zien en er rijdt een pik omheen. Met de naam, wacht, ik kan het niet goed zien. Wacht maar. Hij is... Nu kan je het zien. Real power. En ga. Toi. Oh, hij gaat weer. Oh. Yeah! Kom er ook bij. Fuck. Ja, oké. Okay. Crazy. Minecart. Oh, shit! Ik wil er ook in. Jee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 
Moikoord gesproken. Oh. Nou, laten we beginnen met het tutorial. Ja, is goed. Alle dingen die we laten zien in de tutorials, die gebouwd wordt, die ik laat zien. Hij is in de grond gevallen. laat me even het verhaal maken. Okay? Alle tutorials die ik de komende weken ga maken, die worden allemaal gebouwd in de spawn van de nieuwe Kingdom wereld. En zo bouw ik het eerste Kingdom eigenlijk op. En dat is zeg maar de Empire Kingdom van de vorige Kingdom wereld. Maar deze keer geeft het een andere naam. De naam is nog niet bekend. Maar als we even naar deze mooie lijst gaan, dan kunnen we zien wat we allemaal gaan bouwen in deze stad. En van alle gebouwen ga ik een tutorial maken. Oh, er staan wel een paar spelfouten in. Ja, boeit niet. In ieder geval, we doen nu drie, tenminste ik probeer drie tutorials in één keer te doen. Als het iets te lang wordt, dan doe ik de laatste gatehouse een andere keer. Maar ik laat nu sowieso even de torens zien en de muren van een gedeelte. Hier zie je al hoe het eruit komt te zien uiteindelijk. Ik heb de muren al af, maar ik ga nu even een klein stukje hierachter bouwen om het te laten zien hoe het moet. Maar eerst nog even terug naar de lijst, want dat is wel heel erg belangrijk. Ik wil weten welke tutorials jullie als eerst willen zien. Ja. Dus dan moeten jullie voor voten, ook echt in de description zetten, ja? We hebben nog een town hall, dus een stadhuis, een paleis of een kasteel. Stadsmuur. Die doen we dus nu. Stadsgate proberen we nu te doen, shipyard, etc. Als Jesse even de lijst af wil gaan. Ja, drie schepen, een kerk, kapel, iets in die richting, begraafplaats, blacksmith, windmolen, of gewoon normale molen, farmboerderij, lumber, jack, hut, houthakkershut, mineshaft, huis, market, herberg, tempel, waterput. Het zijn er best wel veel ook nog. Ja, weet ik. En het aantal dat eronder staat is het aantal wat er wordt gebouwd. Pakhuis, warenhuis, barakken, workshop, straten, riolen, gevangenis plus school en een battle arena. En die battle arena, dat is wel even een leuke verhaaltje om te vertellen. Dat is eigenlijk gewoon een soort van mini colosseum die iedere vrijdag open gaat. Zodra die vrijdag open is, dan kan je er eenmalig in. Zodra je erin gaat, wordt je inventory gekleerd en zorg dat je geen spullen bij je hebt. Je krijgt leather armor en een houten zwaard. En degene die aan het eind van de dag nog leeft en erin zit, die krijgt een bonusprijs. Iets van goud of diamond of iets leuks. Dat verzinnen we nog. Maar we gaan het ook zo proberen te maken dat als je in die battle arena zit en je neemt even pauze, je gaat even weg, dan moet je uitloggen. En dat zodra je weer inlogt, dat je nog steeds in die arena zit. Dat proberen we te maken, maar... Zeg maar eenmaliger in die dag, dus ben je dood, dan heb je geen kans meer op die bonusprijs. Oké. En dan gaat alleen vrijdags open. Zaterdags, zaterdags gaan we, heb ik ook al bedacht, gaan we met z'n allen even extra sets bouwen voor zondag. En zondag gaan we dan siege battles doen, dus kingdom tegen kingdom vechten. En dan gaan we dat opnemen voor video's, zodat het leuk uit komt te zien. En
de rest van de week kan je in deze wereld lekker survivalen en proberen die kingdom nog uit te breiden. Oké, nou we kunnen wel beginnen met de tutorial, of niet? Ja, dan gaan we beginnen met de muur. Die zie je hier al. Het onderste deel hoef ik niet echt te laten zien, want het is gewoon drie lagen cobblestone, of drie dik. En verder steunpalen er tegenaan van nou brik, om de structuur te versterken. Stadsmuren zijn nooit hele dikke of hele hoge muren. Die waren eigenlijk alleen om dieven buiten te houden en niet voor oorlogen, als het ware. Daar werden stadsmuren voor gebruikt, de echte kasteelsmuren. Die waren wel altijd heel erg dik gefortificeerd, om echt voor gevechten bestand te zijn, als het ware. Oké. Daarom zijn deze wat meer gedecoreerd, de stadsmuren, en wat minder sterk. En daarom heeft de gatehouse eigenlijk ook geen gate. Nee. Nou, dan beginnen we met de muur. Ik heb hier een klein stukje gemaakt. Ik doe hem niet al te hoog. Maar een klein stukje. Even alle materialen pakken. Bam. Wacht, er is nog één materiaalsoort. Ja, dan je kan het overigens met alle kleuren houten die je wilt. Het is niet leuk als je het altijd met dezelfde kleuren doet. Maar ik heb nu gekozen voor het witte hout als voer en het normale hout als het dak. Als het ware. Maar je kan het zelf variëren door andere kleuren te gebruiken. Of het hoeft ook niet per se hout te zijn. Je kan ook stenen daken doen. Bricks, altijd leuk om verschillende erin te hebben. Ja, dat klopt. Nou, je begint dus met je cobblestone muur. Vervolgens doe je een wit planken vloer eroverheen. En aan de buitenkant laat je hier steps uitsteken. Zodat je het iets breder maakt. En ertussen doe je ook die steunpilaren, wat ik net al liet zien. Dan ga je op die steunpilaren verder met drie hoog woodlocks. En dan overdwars een balk. Dat is duidelijk, of niet? Dan doe je op. Ik wil me eigenlijk niet mee bemoeien of zo, maar is hij nou niet een beetje laag? Nee, ik doe ook echt even alleen het bovenste stukje, dat dak en het houten gedoe. Dat is namelijk het moeilijke van het bouwen, want die muur die kun je zelf wel verhogen. Dat is appeltje ei. Oké. Dat is zo simpel als maar kan. Dat is gewoon massieve cobblestone muur en vervolgens wat palen tegenaan. Maar in ieder geval verder, op die uitkant van planken die we hebben gemaakt met steps, doen we nu nog een laag met steps. Waarom we dit doen, als we even in de stadsmuur gaan, zul je zien dat je hele mooie posities hebt om met je pijl en boog te schieten. Je kan, als je zeg maar op de step gaat, dan kun je er niet uit de muur vallen, maar toch kun je heel ver naar beneden aimen zodat je een goede range hebt en een goed zicht. Ik zie het. Oh, daar zitten alle monsters dood zeker, behalve die spin. Nou, dan gaan we verder. Jesse, kom je? Ik kom eraan. Ik grief heel eventjes. Ik weet dat ik niet mag grieven, maar ik doe het toch. Wat ja. I hate you. boeiend, we laten het wel gewoon zo. Kom op, zeg. Ja, ik ben echt gewoon heel slecht met bouwen ook, dus... Ja, het is tijd maar goed dat jij de tutorials doet, want ik bak er echt niks van, denk ik. Het is tijd dat jij ook een goede power wordt, want je hebt je server de naam Design gegeven. En ik heb tot nu toe nog geen echte designs erin gezien. Dus dat probeer ik... No. Ja, laten we verder gaan. Oké, vervolgens ga je een steunbalk, om het echt realistisch te houden. Doe je er nog een dwarsbalk overheen ook. Daarna doe je bij deze rechtopstaande palen. Doe je slabs. Zodat je nu weer die archer range krijgt, dat je er niet af kan vallen als je op de steps gaat lopen. En daarna is het heel simpel het dak maken en dan doe je gewoon steps erop zetten. Oké. Dan heb je eigenlijk al het grootste deel van de muur. Zo simpel is het. Zo heb je hem van de buitenkant al aardig, op de bovenkant nog even een sleprandje.
Aan de binnenkant vind ik hem zelf nog niet echt mooi genoeg, dus dat doe ik daar om extra detail aan toe te voegen. Nog steps op de kop zetten. Zie je? Ja. Yep. En daar bestaat eigenlijk de hele stad meer uit. Zo simpel is het. Dan gaan we nu de torens doen. Laten we er eerst even eentje gaan bekijken hier in de hoek. Ik volg je. Dit zijn op zich hele simpele torens. Niet al te hoog. Mooi uitzicht vanuit de torens. Leuk puntdak. Zodat je niet zo overdrieft. Ja, dan kan je er ook heel mooi in kijken. Dat is alweer zo. Is dat ego? Deze heeft een rechtopstaande trap. Omdat ik alles te weinig ruimte had voor de ramen. Hier heb je weer die hele mooie Archer Halls. Ja, ik zie het, ja. Doei. Ik zie jou een beetje glitchen. Nee. Zo zien de torens eruit. Hier van binnen zien ze er smaller uit dan van buiten. Dat komt omdat de muren twee dik zijn. Dat kun je hier zien. Die muren zijn twee dik, gewoon voor reinforcements, dat het wat sterker wordt. Dat de toren niet onder zijn eigen gewicht inzakt en ook dat het voor battles bestendig is, het ware. D&D bestendig, ja. Ja, zoiets. Ja. Veel D&D, maar... Het is eigenlijk bedoeld voor katapult bestendig, maar katapulten hebben we jammer genoeg nog niet. Hopelijk komt er wel aan. Met die mod. Nou, ik begin de torens vanaf de eerste verdieping, omdat de rest eronder gewoon simpelweg cobblestone is. Nee, oké. Okay. Dat is ook zo simpel iets. Zo. Dan doen we even voor deze kant de ingang vanuit de muur. Zo, nu hebben we de vloer gelegd en dan kunnen we dat steen gaan verhogen met, wat is het weer, 1, 2, 3, 4, 5 volgens mij. Zal ik even helpen? Ja. Gewoon alles omhoog toch? Ja. Ik ga nog even kijken of het wel goed is, wat was nou 3? Ik weet het even niet meer uit mijn hoofd. Maar, waar ben je nou heen? We begonnen ons 4 hoog. Dus, er moet 1 laag af? Nee, is juist goed zo. Nee, oké. Okay. De binnenrand moet 4 hoog zijn, de buitenrand moet 5 hoog zijn. Want de verdieping op de tweede vloer, die is wat breder, zeg maar. Oké. Okay. En dan hier laag erop. Oh, doe jij op. Die mis er nog aan. Dan hebben we dat. Dan gaan we nu de ramen erin maken. Dus lopen we eerst even een stukje muur eruit. Aan alle kanten. Slopen. Begin je met de step. Slap. Step bedoel ik. Step, zeg ik. Daarna heb je slap nodig. Even uit mijn creative inventory halen. De slap doe je op de grond, 1 keer. En op het... Gast, heb je... Dat klopt niet. Hier moet je step hebben. Oh. Oké. Okay. Zeg ik step en er moet een slap zijn. Damage, jij maakt me in de war. Hou er mee op. Ja, ik zei toch dat ik niet kon bouwen. Ja, in ieder geval op het plafond doe je 1 slap aan de kant van de buitenmuur. En dat is om een soort van vorm erin te geven dat het zeg maar afloopt. Dat het schuin loopt. Zodat je dat idee een beetje krijgt. Dan heb je hier hele mooie archer rolls. Vervolgens doen we heel simpelweg een paal in het midden. Tadaa! Simpel is dat. Ja, en... dat is al zo. Ik pak ondertussen wel even ladders. Ja, goed.
Hij is een trap, lijkt je niet. Oh ja. Kijken hoor, waar die ook alweer staan. Oké, pak jij die trap leuk maar. Serieus, weet je dat niet? Kom op zeg. Oh wacht, ik heb hem al. Trap door, jee. En ik ga op weg. Kom veel. Op zeg. Nou, we gaan verder met die deur hier beneden. Om die deur goed op te laten lijnen met de muur. Simpelweg, twee steps. En de piramide, waarom was het waar? En als je die muur hier tegenaan zet, dan ziet het er eigenlijk zo uit van binnen. Oké. Dat past dus heel mooi in elkaar. Dan gaan we nu de kantelen maken. Is dat nog 3 of is dat nog 2? 2. We beginnen vanuit de hoeken. Ik zal zo meteen uitleggen waarom. Want je ertussen, om een goed zicht te krijgen, moet je niet normale blokken plaatsen zoals dit. Want als je er dan in gaat staan, dan kun je ten eerste niet ver omlaag zitten en je hebt ook geen goed zicht. Dus dan ga je steps gebruiken. Dit worden geen archer walls, want die torens zijn wat hoger, dan hebben ze niet echt veel nut. Dus dit is al goed genoeg. Als je dat helemaal rondom, op de manier zoals ik het nu doe, kun je dat heel mooi doen. Dan zal ik nu uitleggen waarom je vanuit de hoeken moet beginnen, dat laat ik even aan de andere kant van de toren zien. We waren net hier begonnen met hoge kantelen maken. Als je nou hier begint, kun je aan deze kant heel mooi die step zetten. Maar hier kom je, hoe je dat ook wil plaatsen, niet goed uit. Nee. Als je even helpt met het verder bouwen, Jesse. Hoezo toch? Ja. Ah, kijk, nou staat die ook meteen wat een stukje mooier, laat maar zeggen. Ik vind de torens zo al laten, ze hebben een heel mooi kanteel. Maar ik vind het toch mooier om bij stadsmuren overal daken op te doen. Zoals je ziet bij de gates, de muur zelf en ook de torens. Dat is echt gewoon typisch een kenmerk van stadsmuren, daken erop. Dus dan beginnen we maar met het dak. Op de rechterstukken doe je steps naar binnen richten. En op die hoekkantelen doe je blocks. Gewoon echt blokken, laten we zeggen? Of gewoon de... Blokken. Oh, gewoon blokken dus. Ik moet er even terugkijken naar mijn werk, voordat ik het fout laat zien. Oh, je bent weer daarheen, of niet? Ja. Kijk. Nu, dat vond ik toch goed. Ja. Voordat we met de volgende rand beginnen. Volgens mij ben je al begonnen, of niet? Ja, een beetje. Uit mijn hoofd moet hij gewoon weer zo verder. Alleen, ik weet niet wat je wilt vertellen. Ja, dat klopt ook, maar voor de volgende rand wil ik wat steunbalken maken. Op de grote paal. Oké. Zo uit te zien. Het zijn allemaal balken van 4 in plaats van 5. Dan komen ze precies goed uit. Want als je het zo gaat doen, met dat. Als je het in de hoek op deze manier wilt doen, dan heb je aan de binnenkant en aan de buitenkant heb je zo'n kern van het hoekblok. En dat ziet er lelijk uit. Dan kun je het beter zijwaarts houden. Ja. En dan nou gewoon weer zo rond. Nee, wacht. Oh, niet te snel. Niet goed. De volgende rand doen we iets hoger, want we willen echt een punt erin. We willen niet zomaar een piramide vormen, we willen echt een punt erin krijgen. Dus dan gaan we Okay. En dan wil ik niet, om die punt er ook echt in te houden, gaan we dit niet doen op de hoeken, maar dat doen we zo. Dat geeft er een nog betere vorming in. Wow.
dan doen we weer hetzelfde op deze hoogte. Dan gaan we deze keer maar 4 steps gebruiken en vervolgens simpelweg de piek. Oké. En dan hier moet niks meer tussen, laten we zeggen. Nee. We missen nu nog één ding. En dat zijn de steunpalen. Want als, als het een echte toren zou zijn, dan zou die op dit moment gewoon instorten of wegzakken. Steunpalen zijn heel erg belangrijk. En die, in dit geval komen ze precies naast de archer holes en net erbovenuit. Op deze manier. Dan komen ze precies goed uit. Oh ja, ik zie het. Dan nog even één tip over steunpalen. Als je een muur hebt die ongelooflijk hoog is, laat ik hier even gewoon één stukje muur pakken. Als je zeg maar zo'n hoge muur hebt, dan kun je wel een heel leuk steunpaaltje maken op deze manier. Maar dan nog heeft hij niet veel nut. Wat ik meestal doe is om de 5 of 6 blokken, 1, 2, 3, 4, 5, doe ik hem verbreden. Oh, net als wat je hier hebt gedaan eigenlijk. Ja. Op die manier gewoon. Dat hij ook steeds naar voren komt en dat hij zeg maar meer steun geeft. Dan draagt hij meer gewicht. Dit slopen. Oh. En dat is eigenlijk alweer de toren. Zullen we nu doorgaan? Maar hier moet hij nog toch? Hè? Hier moet hij toch ook die steun halen? Of? Ja, dat klopt, ja. Oh. Ik dacht al, huh. Ik kan ook nog vakkels toevoegen, maar dat soort details vind ik nu even niet belangrijk. Dat kan je zelf ook wel doen. Overigens, wat ik een heleboel mensen zie doen als ze stadsmuren gaan bouwen of zo, dan doen ze of dit, helemaal vol spammen met fakkels. Dat ziet er niet uit. Gewoon. Nee, dat klopt. Gewoon kalm houden met de fakkels, niet al te veel, anders maak je juist weer lelijk. Gewoon 2 fakkels per balk in de binnenkant. Wat ik ook mensen zie doen, dat is echt puur voor PvP gedoe, is obsidian in de muren. Dat ziet er ook heel erg lelijk uit. Op deze manier. Je kan het wel doen als je het effectief wil houden. Het is niet realistisch, maar dan moet je het wel in de binnenkant doen. Yep. Anders maakt het kasteel alleen maar lelijk. Of je ziet ook wel eens dat ze dan bijvoorbeeld hier boven in een bucket met lava doen. Dan stroomt het zo naar beneden, dat is ook. Dat soort dingen willen we liever niet zien in deze wereld. Oh, liever helemaal geen obsidian. Nee, klopt. We willen het echt realistisch houden en dan gaan we ook, zoals ik al zei, zaterdags een beetje in creative bouwen als het nodig is om de kastelen extra details toe te geven. Zodra we de video's maken, de kwaliteit nog verder omhoog gaat. Yep. Dat was wel ons idee, ja. Maar laten we nu nog de gate zien, of zeg je van dat doen we de volgende keer? Ja, we laten de gate zien. Ik doe één van de twee torens van de gate. Want ze zijn allebei precies het spiegelbeeld, bijna hetzelfde. En het middenstuk is eigenlijk gewoon weer stadsmuur. Yep, ik zie het, ja. Dus ik kan één toren zien. Laat ik hier alvast de ondergrond maken, daar begin je altijd mee. Altijd eerst de ondergrond maken van je ontwerp. Lijkt me logisch, maar je weet het soms niet. Ik zal even één tip geven. Als je moeite hebt met ronde torens maken, wat altijd helpt om te gebruiken is paint. Voor ontwerpen maken, dan ga je helemaal inzoomen dat je allemaal pixels krijgt. Dan zet je je lijn dun en dan kan je heel mooie cirkels maken. Dan zie je precies hoe een cirkel eruit ziet. En wat je ook nog kan doen is met World Edit, als je dat kan gebruiken als moderator, is /CIL, staat voor cilinder. Doe ik in dit geval even stone. Vervolgens moet je de radius bepalen, dus ik wil een toren van radius 8 in dit geval, en de hoogte is 2. En bam, de toren. Oh ja, ik zie het. Als jij het ook even probeert, dan kan je laten zien aan de kijkers wat je precies moet intikken. Ja, ik zet het erbij. Probeer jij anders even HCIL.
Dat staat voor Hollow Cylinder. Dan krijg je zeg maar een holle toren. Dat ziet er dan... Ja, dan krijg je gewoon een soort van... Ik laat het net zoals dit, toch? Dan krijg je dit. Oh ja. Oké. Okay. Laat jij het even zien in de chat? Dan ga ik ondertussen de ondergrond verder maken. Ja, of anders dan... ik zorg wel dat het erbij komt, laat ik het zo zeggen. In de description. Nee, gewoon in beeld. Oh, oké. Okay. Oh, hier dan. Een zombie met een shovel. Die! Ik die zombie must die. Die die. Wat een flash. Ja, het ziet er een beetje raar uit wat ik nu doe. Maar bij de gatehouse werkt het perfect. De deur, die komt namelijk in de hoek. En deze hoek bestaat uit 3 schuine blokken. Maar je hebt er maar 2 nodig. Snap je wat ik bedoel? Zie je het goed? Of niet? Wat zei je? Ik verstond het niet helemaal goed. Kijk, die onderste is helemaal vol opgevuld, omdat het de vloer is. Maar die tweede rand... Dan ga ik de deur in maken. Je moet het zeg maar zo zien. Oh, zo. Wacht, ik doe hier wel een beetje de deur zo. Normaal zou ik verwachten dat de deur zo is. Maar ik wil hem wat mooier maken, dus ik doe het zo. Want dit wordt toch opgevuld. Dat is in verband met de trap. En dan kun je uiteindelijk zo een hele mooie deur creëren. Yep. Maar met zombies killen. Ja, ze liep in de weg, dus ik dacht ik kill ze even, maar... Reload! Nee. Oh ja, dat kan ook. Burn in your face, burn! Burn! Nou oké, dan gaan we verder met die muur omhoog werken. Hé, hey, kijk, die zombies die vinden jouw toren ook wel mooi. Kijk je nog mij of niet? Ja. Ja, oké. Okay. Nu doen we ook weer even meteen de steunpalen. Ik laat ze niet helemaal zien, ik laat alleen een beetje de plekken zien waar ze moeten. Precies in het midden van die 3 brede muren. En dan gaan we de trap maken. Even kijken, hoe hoog was die ook weer de trap? Ja, ik weet hoe die moet worden. Ik laat het wel gewoon even zien. Het is een spiraaltrap, die is een, dat is de meest ingewikkelde trap die er is. Maar het is eigenlijk gewoon simpelweg een paal op midden en dan met slaps omsingelen. Wacht even, ik ben verkeerd begonnen. Het is heel belangrijk vanaf welk punt je begint met je trap, want dat heeft te maken met de hoogte die je gaat maken, waar je uitkomt. Dat laat ik even zien in de torens die al klaar zijn. Ik heb deze positie bepaald om te beginnen. Zodat als je de trap op gaat, dat je hier beide kanten op kan. Oh ja, ik zie het ja. Wat er anders gaat gebeuren, als je daar geen rekening mee houdt, dan komt het er zo uit te zien. En dan kun je alleen naar deze kant. Yep. Dus dan kan je die kant op en die kant. Opletten. Laat ik anders even mee. Ja, ik kan dus de muur even wat hoger maken ondertussen. Ja. Doe jij de muur maar, ik ga al verder met die spiraaltrap. De spiraaltrap is op zich wel simpel, je moet alleen een beetje doorhebben hoe je te werk moet gaan met de straps. Yep. Ik maak deze muur net zo hoog als dat spiraal... Wat wil je zeggen? Oh maar. Oh. Je zit al hoog genoeg. En dan gaan we nu de vakkers plaatsen in de spiraaltrap. Die doe ik altijd op de middelste paal. Zo hoog mogelijk. Heb je het gezien, Jesse? Ik kijk nu eventjes. Oh ja, hier zit hij. Die gaat eigenlijk ook naar boven toe.
deze toren is een beetje te klein voor Archer Halls, dus die slaan we over en dan gaan we rechtdoor omhoog met de steunpaal. Oké, deze kant ook, denk ik. Ja. Vervolgens gaan we nog 5 omhoog met cobblestone. Dan komen we precies goed uit. En op die 5e laag cobblestone, dan beëindig je de steunpalen met steps. Oh ja. Zo dit. Is die zo? Hiermee beëindig je altijd de steunpalen. Dan ga je weer met die steunpalen om de 5, 6 of misschien iets kleiner doe je weer een step erbij om het uit te breiden. Zodat het weer realistischer wordt. En ook wat groter. Die zo. Oh wacht, ik vul deze wel. En dan hebben we onze steunpaal. Nu komen we op het moeilijkere deel. Het dak. Hiervan. We beginnen met cobblestone slabs in de hoeken toe te voegen. Die wijzen allebei... hoe moet ik dat uitleggen? Als je van deze kant kijkt, wijzen naar links en naar rechts. Niet naar je toe. Ik zie het, ja. Als je dat hebt, dan kan je nu de binnenmuren alvast maken. Oh, dit worden ramen, of niet? Ja, dat worden de ramen. Ik heb hier gekozen voor vensterramen. Glas hadden ze niet zoveel in de middeleeuwen. Het gebruikten ze echt enkel en alleen in grote kerken en voor paleizen en kastelen. Dat zal ik in latere tutorials nog eens benadrukken. En vervolgens is het simpelweg omsingelen met de hout. Zodat je een dakvorm krijgt. En dan echt weer en ik wil hier toch weer een puntdak van maken. En om dat voor elkaar te krijgen, gaan we vanuit de punten die we op de zijmuur hebben gemaakt. Een punt naar binnen werken. Oké. Ja. Ja, en dan hier gewoon deze blokken. Planks moet ik eigenlijk zeggen. Wacht even, ik moet er even kijken. Ik wil het echt exact hetzelfde hebben als hier. Die moet sowieso hier. Ja. Ik weet hoe. Ik moet eerst even wat anders laten zien. Ik heb de top alvast gedaan. Oh. Ja, dus doen we echt even zeg maar constructie. Eerst balken, dan verder. Net boven de ramen wil je dwarsbalken gaan maken. Dan komt later een kroonluchter aan het hangen. Een kroonluchter is een. Hanglamp, die maken we ook meteen. Dan doe je eerst de kettingen. Dus iron bars. Dan moet je goed opletten op hoe hoog je het laat hangen. Ik wil niet dat je je kop er tegenaan stoot, dus ik doe hem ietsjes hoger. En dan ga je met fence een plus teken maken. En dan zet je er bovenop fakkels. Dan heb je je lamp. Ah ja. Dat is wel mooi, ja. Wacht, dan... we zijn nog één stom ding vergeten. Voor de deuren naar de muur toe. Ah ja. Veel. Dus aan deze kant en precies tegenover kunnen die steunpalen weg. Ik doe de andere kant wel even. Het zit onder de muur, dus dat geeft genoeg steun.
4 hoog zijn de deuren en dan weer steps. En dat valt alweer precies in elkaar, toch? Ja, dat past precies in elkaar, ja. Zo, dan gaan we nu verder met het dak. Die nodig. Eerst doe je de binnenkant van het dak, want er komen 2 lagen hout op. De binnenkant is meer voor het frame. En de buitenkant is gewoon voor zo'n dakpanachtig iets, de afdekking. Die het op deze manier opvullen. En dan hier is er eigenlijk gewoon planks overheen, toch? Ja, hier gewoon overal een blok op. En dan heb je het toren klaar. Vergeet niet de blokken in de hoeken. Ah ja, ik zie het nou. Deze. Heb ik er even vergeten? Oh, wacht, deze hieronder, ja. Dan heb je gatehouse, als het ware, al klaar. Als je 2 van die torens een spiegelbeeld maakt, gewoon de trap de andere kant op laten draaien. En de deur aan de andere kant. En dan verder even kijken, heb je nog een paar cobblestone nodig. In dit geval gaan we deze kant op. Dus dan laat je het zo lopen. Hier een steenrand op. Hier een steenrand op. En hier voor de boog. Om de boog te creëren binnen de deur. Een paar steps en dan gaat het gewoon simpelweg volgens de stadsmuur idee verder. Ja, yep. En dit is hem dan. Als hij klaar is dan in ieder geval. Ik ben nog iets vergeten. Wat dan? Ik vond hem al te hoog. Ik heb hem iets te hoog gemaakt, want je hebt een houten vloer erin. Kijk maar. Ah ja, ik zie het joh. Dus dan moet je eerst deze vorm maken. Zie je het? Ja, ik zie het joh. Dan leg je daar je houten vloer in. En dan doe je weer het trucje met die steps. Daar een randje eronder en hier ook heen. Vanaf hier doe je weer gewoon die stadsmuur vorm. Oké. Volgens mij is dat hem al. Yep, volgens mij ook. Ja, hier dan alleen nog het dak voor. Ja. Wel even netjes afronden. Zo ziet het er dan uit. En dat is de tutorial voor de stadsmuur. Yep. Ah, ik vind het wel mooi. Het zijn 3 simpele onderdelen. Een toren op de hoek, de muur zelf en de gatehouse. En dan heb je een hele stadsmuur. Wat ook nog leuk is, zijn wat sommige stadsmuren hebben waar ik hier niet voor gekozen heb, als je hier komt. Is een soort van tweede dak maken aan de binnenkant. Zodat als je langs de muren loopt, dat je hieronder kan staan voor als het gaat regenen of zo. Dat hebben stadsmuren ook wel vaak. Je kan zelf ook nog trappen toevoegen langs de muren. Of in de torens. Maar ik vond het wel leuker om echt alleen ingang naar de muren bij de ingang te houden. Ik kan ook meerdere keer. Okay. Dat was het al. Ja. Dit was mijn eerste echte Minecraft tutorial. Ik hoop dat jullie het leuk vonden.
Ik hoop dat er ook verbetering in komt in de komende tutorials. En ik hoop dat jullie er ook echt wat aan hebben. Nou, ik in ieder geval wel, want ja, ik kan dus echt gewoon totaal niet bouwen, maar... Ja, maar ja, ik vraag echt of dit duidelijk genoeg was dat je het kan nabouwen, hè? Ah, nou is ze weg. Nou, dat vind ik toch wel weer jammer. Ik heb de stadsmuur al staan. Waarom zal ik 3 stukken halve stadsmuur midden in de stad Ja, dat is waar. Dus nu even weg wil terren. En dan hoop ik dat jullie vertellen wat jullie de volgende video willen zien. Ga die lijst nog eens een keer langs. Ja, Sli? Zou ik het nog even laten zien dan? Ja, even die lijst nog eens een keer laten zien welke gebouwen er allemaal inkomen. En dan moet je duidelijk vertellen welke jullie willen zien. De vote die het meest voorbij komt, die gaan we maken. En dan gaan we als jullie niet vertellen welke tutorial jullie de volgende keer willen zien, dan gaan we gewoon het lijstje af. Dus dan komt de volgende keer wat staat er aan voor de volgende keer? Stadhuis, ik toch? Denk stadhuis. Ja, stadhuis staat op 1, dus. Ik denk eerder dat ik met het kasteel ga beginnen. Ja, dat kan ook. Tenzij er iemand... wacht even. Als we toch bezig zijn, kunnen we op deze hele mooie lijst een kruisje zetten bij degene die we al gehad hebben. Stadsmuur. Stadsgate. Even kijken, waar staan ze nog meer? Stadstorens. Oh, wacht, die torens heb ik niet op de lijst gezet. Maar die zitten gewoon waar die muur included. En dat is het. Oké. Okay. Zodra deze hele lijst is afgewerkt en alle plugins erin zitten, dan gaat deze wereld open. Dus kijk mee. Probeer de tutorials in de andere Kingdom World een beetje toe te voegen, zodat die ook een beetje wordt opgeleukt. Je kan ook zelf je ontwerpen verbeteren door een beetje logisch na te denken. En als je het realistisch wilt houden, goed nadenken over de steunpalen van de gebouwen, zodat het niet instort, zeg maar. Dat vind ik nou wel jammer van Minecraft, dat je gewoon blokken kan laten zweven, dus niks kan instorten. Je kan rare gebouwen maken. Ik vond het jammer dat ze dat niet hebben. Dat is waar. Wat ik echt leuk zou vinden is dat je echt steunpalen moet gebruiken, dat zodra je hoog gaat bouwen, dat die dan instort, dat je ook niet dit soort palen gaat krijgen. Palen. Dat vind ik wel jammer. Maar kijk verder mee naar de tutorials, zie hoe de lijst afgaan en dan tellen we langzaam af naar het begin van deze wereld. Yep. En laat natuurlijk ook je bericht achter in de description. Of als reactie, laten we zeggen. En alsjeblieft, zeg welke tutorial we als eerst willen zien. Want dat hebben jullie de vorige keer niet gedaan. Dus ben ik maar begonnen met de stadsmuur. Yep. Nou, ik zou dan zeggen, tot de volgende keer, YouTube.